Remco, tweede helft hadden jullie het moeilijker als de eerste helft, hè? Ja, zeker. We komen toch weer op, of zij maken de 2-1. En vlak daarna nog een bal op Mitchell's hand, wel via de grond. Dus ja, dat was wel even weer billen knijpen. Maar gelukkig counteren we daarna naar de 3-1 en Lodi vanaf de middenhelft 4-1. Dus dan is die binnen, gelukkig. Eerste helft, ja, je kon makkelijk op 1-0, kon makkelijk op 2-0. Maar eigenlijk had het al 3-4-0 met rust moeten zijn. Ja, eigenlijk wel. Veel, het eerste kwartier, 20 minuten, eigenlijk tot de drinkpauze. Natuurlijk één afgekeurd doelpunt, laatste bal. Terecht, hè? We hadden vanwege bij het spel, hè? Ja, Mitchell en Lennart zeggen van niet dat er nog iemand tussen stond. Ik was echt te ver. En, de keeper stond voorbij een speler, dus er was alleen nog speler. Maar goed. We hebben neutrale grensrechters, dus we gaan ervan uit dat ze het maar goed hebben. Gelukkig pakken we gelijk. Daarna snel de 1-0, 2-0. En ja, de laatste paas zat eigenlijk voor die 1-0, die misten we steeds. Maar ja, tevreden dat we 4-1 hebben gewonnen. En nu LSV, hoorde ik. Ja. Nou ja, je zei net zelf ook al, de eerste horde is genomen. Kenneth zei het net ook al. Maar eigenlijk begin je volgende week weer opnieuw, hè? Ja, klopt. Maar als je ziet hoe we nu de laatste 6, 7, 8 weken misschien al bezig zijn. Rond Zwammerdam begon het al erbij te komen. Met Roderick en Wouter die meetrainden. Gewoon weer een nieuwe draai erin, nieuwe energie. Dus we gaan het gewoon afmaken 15 juni. En dan seizoensafsluiting en dan lekker de zomer in. Jouw wissel, verklaar. Ik was op. Ik was klaar. Ik had het warm en we hebben genoeg wissels, jonge jongens. Ik denk, ja, dan kan ik er wel in blijven lopen achter mijn man aan. Maar 3-1, 4-1 was, stond voor mij al 4-1 en ik sta op scherp. Dus ik denk, nou, geen risico, eruit. Hup. Jij wist denk ik niet dat de kaarten weg zouden vallen? Ik heb het nog gevraagd, ze zeiden van niet. Als ze wegvallen, nou ja, oké. Okay. Nee, dan, dat wist ik niet. Nee. Oké, okay. Volg ik LSVV en dan op naar de finale. Op naar de finale, zeker. Ben benieuwd.